Het is tijd om even te gaan bellen naar de andere kant van de wereld. Oh. Naar Imke Elshoff. Oh. Vorige week zat ze hier nog, maar ze ging op vakantie naar Sint Maarten. En toen hebben we al gezegd dat we haar even zouden gaan bellen deze week. Alleen daar kwam ze een klein beetje op terug. Oh. Want ze zat vandaag de hele dag op een boot, zei ze. En dan had ze geen bereik, weet ik veel, bla bla bla. Onzin. Maar dat is geen excuus. Ja. Wij kunnen namelijk ook dingen vooraf opnemen. Ja, zeker. De techniek van nu is echt niet meer normaal. Precies. Dus ik heb ze gisteravond even uitgebreid gebeld. En we gaan gewoon doen alsof het nu is. Ja. Dus we gaan even luisteren naar een telefoongesprek met Imke. Die dus halverwege haar vakantie is op Sint Maarten. Hey Imke. Hey, hallo. Hey. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Ik lig hier heerlijk aan het strand in Sint Maarten. En ik wacht eigenlijk totdat ik iemand ergens een cocktailtje kan bestellen. Oh, dat klinkt heel goed. Ja, heerlijk. Ja. Je bent er nou een weekje ongeveer. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, nou, ik ben inderdaad nu een weekje. En ik ben samen met een vriend hier. En we zijn begonnen aan de andere kant van het eiland. En daar was het best wel rustig en hadden we echt een resort. En nu zijn we net aangekomen in het nieuwe hotel. En dan zitten we echt met de poetjes in het zand aan het strand eigenlijk. Oh, lekker. Dat is heerlijk. Ja, echt heerlijk. En is het echt alleen maar op het strand hangen of heb je ook echt leuke dingen gedaan? Nou, we zijn tot nu toe eigenlijk vooral op het strand aan het hangen en bij het zwembad aan het liggen. Maar ja, de stranden zijn hier natuurlijk echt perfect, hè. Ze zijn allemaal met superwit strand, dat je gewoon pijn in je ogen hebt, de hele dag de zonnebril op en superblauw water. Dus dat is sowieso echt aan een feestje. Maar morgen gaan we de hele dag met een boot mee en snorkelen. En dan gaan we ook lekker een autootje huren, dus dan gaan we lekker op het eiland crossen. Dus we gaan wel wat dingetjes ondernemen, ja. Oh, maar snorkelen klinkt wel echt heel leuk daar. Voor mij is dat heel mooi, heel helder blauw water en zo. Ja, je hebt hier echt een super mooie onderwaterwereld. En ook dat je echt van alles ziet. De mensen als plaatjes moeten geloven, dat is echt prachtig. Dus ik ga nu eerst snorkelen en ik hoop dat ik dan ook nog deze week een proefduik kan nemen. Als je nou één ding moet noemen, wat je hebt gezien of hebt meegemaakt, wat echt super gaaf was tot nu toe. Wat is dat dan? Oeh, joh. Ja, nou, dat is echt de stranden. Het is zo mooi hier. Die stranden zijn zo prachtig. Dus eigenlijk gewoon de stranden en het water is echt heel erg leuk. En, maar wat echt heel tof was, maar eigenlijk niet superleuk, was, gisteren was ik op Mahou Beach. En daar komen de vliegtuigen heel erg diep, of komen ze heel erg dicht bij je langs het strand, zeg maar. Komen ze heel langzaam over je heen, omdat er zo'n landingsbaan is achter je. Nou, en daarmee kun je dus echt super vette foto's maken. Maar ja, uiteindelijk is het helemaal niet leuk, want die vliegtuigen, ja, er komt zoveel wind van af, dat al dat zand gewoon in je gezicht komt. En het doet hartstikke pijn. Het is gewoon echt helemaal zo'n zand, ja, hoe moet je het noemen? Maar het is helemaal niet fijn. Het is leuk voor de foto, maar... Leuk voor de foto, maar nou ja, inderdaad. Oké. Okay. Hey, begreep ik het nou goed dat je morgen ook naar het Franse deel toe gaat ook? Ja, klopt. Ja, ja, dan gaan we naar het Franse gedeelte. Je hebt een Nederlands gedeelte en een Frans gedeelte. We zijn gestart met het Nederlandse gedeelte. En morgen dus naar het Franse gedeelte. Wat ligt nog op de planning? Nou, daar hebben we dus vooral een autootje. En daar gaan we dus vooral heel veel rondtoeren en heel veel van het eiland zien. Dus de eerste week was echt een beetje in het teken van rust en lekker bijkomen. En het tweede gedeelte willen we iets actiever gaan afhalen. Oh, nou, dat klinkt echt als de ideale vakantie. Ja, precies. Ja. Lekker. Hey, ik heb een beetje in de stijl van Him voor de Weekend natuurlijk. Even een paar dilemma's voor jou. Oké, nou, ben je klaar voor? Ja. Oké. Vierdaagse feesten vieren of op vakantie gaan? Oeh, ja, ligt eraan waar de vakantie is. Ja. Maar de vierdaagse vieren, als die doorgaan, dan kan ik die zeker niet missen. Ik zou nooit met de vierdaagse feesten op vakantie gaan als ze doorgaan. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Dan de volgende. 3 weken op vakantie in Nederland of 1 week op vakantie in Sint Maarten? 1 week op vakantie in Sint Maarten. Ja, dat is het wel waard. Ja, absoluut. En dan het Nederlandse deel of het Franse deel? Ja, dat weet ik dus nog niet. Tot nu toe valt het Nederlandse deel mij heel erg goed. Maar ja, wie weet wat het Franse deel nog te bieden heeft. Ja, dat is eigenlijk een vraag voor achteraf natuurlijk. Precies. En dan de volgende. Wilde natuur of in een resort? Ja, toch wel wilde natuur. Ja, 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 absoluut. Maar jij hebt tot nu toe in de resort gezeten? Ik zit nu in de wilde natuur. Ik zit nu aan het strand. Oh, oké. Okay. Netjes, netjes. Nou, dan nog eentje. Vakantie met familie of met vrienden? Vrienden. Ja, toch wel?
Ja, 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 liefst vakantie met vrienden. Ja, met familie is ook heel leuk, hè? Maar met vrienden is er allemaal net wat. Mijn familie is heel erg actief op vakantie. Die staan 's ochtends om 6 uur op en die gaan tot 's avonds 12 uur door. En dan maken ze, gaan ze wandelen, bergen beklimmen, nou, van alles doen. En mijn vrienden zijn een beetje hetzelfde als ik. En die wil ik gewoon lekker de hele dag liggen. Dus eigenlijk met vrienden kun je beter het Nederlandse deel, met familie naar het Franse deel. Ja, precies. Hey, Imke, tot slot even in één zin. Waarom is een vakantie op Sint Maarten aan te raden? Omdat het prachtig is. Punt. Dat is één zin, punt. Nou, hey, Imke, ik wens je in ieder geval nog heel veel plezier, want je blijft er nog een week, begreep ik. Precies. Maar dan op het Franse deel. Dus heel veel plezier met je vakantie. Geniet er nog even van. Yes, en dankjewel. En dan zien we hopelijk snel weer. Hey, en nog een fijne show. Ja, komt helemaal goed, dankjewel. Doei. Doei. FM 7.